Dank u wel, voorzitter. Velen hebben het al gezegd, de verschillen binnen Europa zijn heel groot in de manier waarop wij met antibiotica omgaan. Soms kan je op eigen ervaringen afgaan en dat zal ik hier ook doen. Ik weet uit ervaring, bezoeken aan artsen in bijvoorbeeld België of Frankrijk, dat het lijkt alsof die artsen je niet teleur willen stellen als patiënt. En je komt daar met een grote tas vol met medicijnen weer van terug, waaronder heel vaak antibiotica. En om nog maar te zwijgen over een continent als Afrika, waar ik ooit het advies krijg om uit een grote snoepjespot te graaien om maar een stevige hand antibiotica-pillen te nemen. Hoe anders is dat in mijn eigen land, in Nederland? Daar gaan we heel voorzichtig bij mensen om met antibiotica. En daar moet je een arts bijna op je knieën smeken om in hemelsnaam maar een medicijn te krijgen voor hetgeen je nodig hebt. Landbouwdieren daarentegen hoeven in Nederland niet op de knieën te vragen om medicijnen. Nee, die krijgen het opgedrongen. Die krijgen ongevraagd grote hoeveelheden antibiotica toegediend, zonder dat ze daarom vragen. Nederland is helaas kampioen in het gebruik van antibiotica bij dieren. En mevrouw McEwen had het er ook al even over, de sterke lobby voor diegenen die twijfelen aan de link tussen het gebruik in de veeteelt en resistentie die ook op mensen slaat. In Nederland worden varkensboeren en hun familie en mensen die op varkensfarms werken, die worden apart behandeld in ziekenhuizen. Gewoon vanwege het gevaar van resistente bacteriën. Zo groot is het risico. Die risico's zijn zo groot dat we dat niet op zijn beloop moeten laten. En ik ben dan ook heel blij dat meneer Dalli vanuit de commissie in ieder geval plan heeft om met een heel ambitieus voorstel te komen. Ik hoop dat dat ook gevolgd wordt na 18 november met stevige wetgeving, want helaas kunnen we dit niet alleen aan de lidstaten overlaten. Dank u wel.